Ja, we zitten hier in de vergaderkamer van Strip 2000. Met naast mij Kenny Rubenis. Hallo. Van Dating for Geeks. Het vierde album is uit. Ja, snel. Hoe voelt dat? Ja, goed. Goed. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan dat er gelijk, nou ja, zo snel vier zouden zijn. Ja, hè? Maar ja, wel gewoon goed. Ja. Ja, ik bedacht mij van ongeveer een jaar geleden. Zag ik jou voor de eerste keer, ook op zo'n avond als dit van Strip 2000, met Dating for Geeks 2. Ja. Dus we zijn nu een jaar verder en inmiddels zijn we alweer twee albums verder. Ja, twee albums per jaar. Twee albums per jaar, oké. Met kinderen krijgen lukt het niet zo snel, maar albums maken wel. Dat is toch een behoorlijk tempo dan, twee albums? Ja, ja, ik zit ook iedere keer als er een nieuwe uit moet komen heel erg dicht op de deadline en vooruit te werken en dat soort dingen. Maar ja, nee, het is snel. Nou, is het natuurlijk een strip die jij dagelijks maakt? Nou, ja, dagelijks. Vijf keer in de week komt hij? In de metro. Ja. Ja. Hoeveel werkdruk geeft dat jou? Nou, de werkdruk valt op zich wel mee. Waar het niet dat ik. Ik zou in theorie vooruit kunnen werken en dan al die stripjes op één dag kunnen maken. Maar uiteindelijk draait het er meestal op uit dat ik op de ochtend voor de deadline nog moet gaan beginnen met een stripje verzinnen. Oké. Okay. Het was vanochtend ook weer dan. Sta ik om, 6 uur op. Dan ben ik om 7 uur beneden en dan begin ik te tekenen. Of, nou, dan begin ik te stressen omdat ik nog geen grap heb verzonnen. Oké. Okay. En dan om 9:30 gaat hij naar de krant toe, omdat het dan toch weer gelukt is. Daar is dan een hele korte tijd toch. Ja, maar dat vind ik ook wel gewoon lekker of zo. Dan Okay. De druk erachter zit en dan moet je echt. Ja. Ik ben vaak van dingen uitstellen en zo. Aha. Maar goed, je zegt net even een grap bedenken. Waar haal jij je inspiratie vandaan om de grappen te bedenken voor Dating for Geeks? Ja, uit verschillende dingen. Actualiteit, dagelijks leven. Gewoon zitten en wachten totdat de inspiratie je raakt. Ik merk inderdaad wel dat het toch wel vaak actuele dingen zijn die erin zitten. Nou is het natuurlijk wel een hele goede tijd om nerd te zijn. Dus je ziet wat er op dit moment allemaal gaande is aan sowieso aan films en dergelijke. Maar ook aan conventies. Ik bedoel, ik heb het idee dat die steeds meer de grond uit aan het schieten zijn. Ja, maar het is ook gewoon voor volgende week heb ik gewoon te veel onderwerpen. Want je hebt dan volgende week en de Dutch Comic Con. En er is net aangekondigd dat er een nieuwe Indiana Jones film aankomt. Plus volgende week gaat Batman v Superman draaien. Dus ik heb gewoon ineens 3 onderwerpen waar ik eigenlijk wel iets mee moet doen. Maar het plan was om een heel weekje over Dutch Comic Con te gaan doen. Oké. Okay. Dus of dat gaat lukken, weet ik nu niet. Dat zie ik zondagochtend wel als ik mijn deadline moet halen. Oké. Nou, dat wordt in ieder geval leuk. Goed, mensen kunnen natuurlijk ook volgen via Facebook. Hè? Mm-hmm. Maar dat vind ik toch wel bijzonder. Want het komt in een krant, maar het komt ook op Facebook. Bijt dat elkaar niet? Nee, ja, ik bedoel, de Metro is gewoon de gratis krant die gewoon op het station ligt. Dus de mensen die het daar meenemen, die lezen het daar. En de mensen die nooit op het station komen, die lezen het op Facebook. Dus echt bijten doet het elkaar niet. Okay. En er zal best wel een beetje een overlap zijn van mensen die het over het algemeen in de krant lezen. Maar als ze het gemist hebben, dan op Facebook zien. Of mensen die maar heel af en toe met de trein gaan en het dan lezen, maar het merendeel op Facebook kijken. Ja. Maar het bijt elkaar niet echt, heb ik het idee. Ja. Maar het, volgens mij groeit dus de grote schare fans wel. Als ik zie ook, als je aan het signeren bent, dat er toch behoorlijk wat aanloop is. Ja, nou, het is wel grappig. Want je zei natuurlijk net ook dat we nu een jaar verder zijn. Dat er dan eigenlijk 2 keer zoveel albums zijn. Ja. Maar als je ook puur op Facebook naar de likes gaat kijken, zijn er ook sinds vorig jaar 2 keer zoveel likes. Okay. Dus ik vraag me nu ook een beetje af hoe dat op Dutch Comic Con gaat zijn. Of dat er dan 2 keer zoveel mensen komen die 2 keer zoveel albums gaan kopen. Ik hoop het niet. Heb je nog niet gehad thuis, dat je aan het eind van zo'n dag dat je gewoon problemen, last van je arm hebt of zo, van al het signeren en tekenen? Nee, thuis ben ik ook gewoon de hele dag met mijn arm bezig. Okay, dus ja, dat het is meer dat ik aan het einde van de dag gewoon. Ja, ik heb eerder last van mijn keel omdat je de hele dag met mensen aan het praten bent, wat ik thuis natuurlijk niet doe. Ja. Maar nee, geen last van energie of zo, of kramp, of dat soort dingen. Ja. Nou, is het 4e album. Hoe lang heb je nou moeten denken over de titel?
Nee, niet zo heel lang, maar ik wist ook al gewoon dat deel 4 die moest sowieso een nieuwe hoop gaan heten. Over al die andere titels heb ik best lang nagedacht, maar deze die was er eigenlijk meteen. Nou ja, je zegt 2 albums per jaar, hè? We zijn nu bij 4. Hoe zie jij de toekomst van Dating for Geeks? Hoeveel albums heb jij zelf voor ogen? Voorlopig ben ik nog niet klaar. Ik bedoel, zolang als dat in de krant blijft staan, wil ik sowieso nog doorgaan. Ik bedoel, gewoon waarom zou ik stoppen? En mocht het ooit stoppen, denk ik dat ik daar dan ook nog wel mee door wil gaan. Maar er zit natuurlijk een rode draad in die op een gegeven moment afgelopen moet zijn. Ja. En ik heb wel een beetje een idee van wanneer dat zou moeten gebeuren. Maar dat duurt nog een hele tijd. Dus het is niet ineens over 2 albums afgelopen. Nee, oké. Vindt de uitgever ook leuk. doe je nou naast Dating for Geeks nog andere dingen? Qua tekenen? Ik doe wat. Ik illustreer voor lesboeken en ik teken nog stripjes voor bedrijfsblaadjes en een Belgisch kinderkrantje. Maar dat zie je niet echt terug of zo op internet of op andere plekken. Dat is allemaal een beetje verborgen, maar ik ben wel gewoon iedere dag bezig. Dus, ja. Okay. En niet alleen met Dating for Geeks. Niet alleen, oké. Nee. Nou, dat is leuk. Maar goed, in ieder geval voorlopig genieten we er natuurlijk nog heel veel van. En dat is goed om te horen. Heel blij met het 4e album. Ik ben ook heel benieuwd. Er was wel één ding wat ik even opmerkte. Van, hè, dat ik benieuwd was naar het album. Toen zei iemand van ja, maar als je het op Facebook zoekt, dan weet je het eigenlijk al. Stop je ook nog wel iets verrassing in het boek? Of zijn het toch wel gewoon de dingen die al gepubliceerd zijn? Nou, het zijn in principe stroken die al op internet hebben gestaan. En in de krant hebben gestaan. Er zitten wat losse plaatjes tussen die daar niet hebben gestaan. Maar ik denk ook gewoon, bepaalde running gags die werken beter in een album. Dat merk je op Facebook niet direct, maar als je zo'n boek dan leest, dan zie je toch dat dingen terugkomen en zo. Oké. Dat is dan weer het voordeel van het boek over alleen maar elke dag op Facebook een grap lezen. Kijk. Ja. Nou, dat, en je moet het eigenlijk gewoon allebei doen. Zeker. Ja. En sparen, alle boeken. Ja. Oké, nou, hey. Fanmail sturen. Fanmail sturen, oké. Waar naartoe? Oh, nou, niet naar mijn huis. Nee, we zullen geen gegevens bekend gaan maken. Laten we dat niet doen. Hey, nou, bedankt dat je even de tijd had. Ja, geen probleem. En veel succes vanavond bij de presentatie. Dankjewel.